Hallo, leuk dat jullie kijken naar weer een shoplog. Ik heb nog wel wat dingetjes bijgeshopt, dus die wil ik graag even laten zien. Ik ga ze ook op willekeurige volgorde gewoon laten zien. Het eerste item van vandaag is deze top. Een beetje blouseachtig van Typhoon. Met een hele leuke print en een wat luchtiger stofje, dus dat is ook voor het voorjaar gewoon heel erg leuk. En dit vind ik zo'n broek die... Of zo'n top die leuk is op een lange broek, maar ook met een shirt bijvoorbeeld heel erg leuk is. Ondanks dat hij dan lange mouwen heeft, maar omdat hij luchtig is vind ik dat toch wel leuk staan dan. Deze is van Benetton. Ja, eigenlijk gewoon simpel, vrij kort maar niet te kort. Gewoon gerafeld. Ja, gewoon ook makkelijk voor de zomer, maar in de winter kan die natuurlijk ook leuk gedragen worden. Dan heb ik nog een item van Benetton, dat is deze sweater trui. Ja, eigenlijk gewoon simpel en met deze opdruk kan ik niet heel veel over vertellen. Het is gewoon makkelijk. Het volgende item is een broek. Deze is van Mango. Dit is een spijkerbroek, gewoon met een streepje. Dan is die toch net iets anders. Dit is het stofje. Ik vind het wel heel grappig, want vroeger... Ik deed toen ik een jaar of 16 was, had ik echt precies zo'n broek. Alleen was het streepje iets fijner, maar verder eigenlijk helemaal hetzelfde. Dus dat is wel heel erg grappig. En toen vond ik het niet meer leuk. En nu heb ik dus weer zo'n soort broek. Hij is wel iets anders gesneden, dat wel. Maar qua printje eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Dus wel heel grappig hoe dat dan toch weer terugkomt. Dan heb ik nog een trui. Deze is van French Connection. Deze heeft een ballonmouw. En een heel erg leuk stofje. Ja, zo kun je dat wel goed zien. Heel erg zacht en lekker warm. Ja, dus die is nog meer een beetje voor nu. En misschien op een koude zomeravond toch nog even aan. Ik vind het ook een heel mooi, leuk, neutraal kleurtje. Dan heb ik nog een spijkerbroek. Ik heb al vaker gezegd, spijkerbroeken heb je nooit genoeg. Deze is dan wel grijs, donkergrijs. Deze is van French Connection. Ik heb diezelfde pas ook gekocht in blauw. En die beviel zo goed dat ik hem nu ook in het grijs erbij heb gekocht. Ja, het is eigenlijk echt gewoon een basic. Maar daardoor ideaal. En hij valt wel wat hoger. En dat vind ik tegenwoordig gewoon heel fijn. Dan heb ik iets wat bestaat uit twee delen. Dat is... Ik zal eerst de bovenkant laten zien. Dit pak. Dit is het... colbertje. Maar het leuke is, dus deze is als jasje te dragen, maar ook eigenlijk wel heel erg leuk als blouse te dragen ergens op. Dat kan echt beide met deze. Dus dat is heel leuk. En daar zit dan deze pantalon bij. En dus het is ook een pantalon die ook weer los heel leuk te dragen is. Dus je kan deze als jasje aan of als blouse bijvoorbeeld in een hele hoge spijkerbroek. En de broek weer los of allemaal weer bij elkaar. Dus je kan hier gewoon heel veel kanten mee op. Dat vond ik heel erg leuk aan dit setje. Dan heb ik ook nog schoenen gekocht. Dat zijn deze van mijn favoriete merk. Deze zijn van June weer. Deze groene slangenleren pumps. In ieder geval, het is geen echt slangenleer, maar het is wel leer met een slangenprint. En een zilveren hak. Nou, dit is en blijft mijn favoriete merkje. Ik heb er een heel klein stukje eigenlijk stiekem op gelopen. En ik vind ze echt top. Ik hou hier gewoon van. En echt, ik zweer bij dit merk. Sarah zag dit shirtje. En dit is van Nick en Nick. Dat is deze. Gewoon een basic t-shirt. Maar het leuke is, deze is dus voor mij. Sarah heeft hem dus ook in haar maat. Dus... We houden wel heel erg van matchen. Dus dit is heel erg leuk voor van de zomer. Dan kunnen we hem samen tegelijk aan. En dat is het voordeel. Ik ben niet super lang. Dus we kunnen gewoon samen op de kinderafdeling wat kopen. En deze zit bij mij gewoon helemaal goed. En die bij haar zit gewoon ook heel netjes. Dus dan hebben we samen hetzelfde shirtje. Dat matchen met kleding doen Sarah en ik wel vaker. Mocht je het leuk vinden, kan je dat ook op mijn Instagram zien. Ik zal kijken of ik het ergens hier in beeld ook kan brengen. Dat is ook Mamma op Hakken. Dan het volgende item is deze tas. Die vind ik echt heel mooi. Daar ben ik echt heel blij mee. Deze is van Ted Baker. Het is een beetje een bordeauxachtig leer. Met een schakelband. Die niet super lang is, maar wel lang genoeg. Dus hij draagt echt op een hele mooie hoogte. Maar hij is daardoor ook gewoon leuk in de hand. En hij heeft best wel veel ruimte van binnen. En vakjes. Ik hou echt van vakjes erin. Dus ik vind dit echt een top aankoop. En hij gaat ook vanzelf met de magneetjes heel makkelijk dicht. Dus ja, ik vind dit echt zo'n mooie tas. Ik ben hier echt heel blij mee. En dan ga ik nog lekker naar leer. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste aankoop van deze shoplog. Dat is deze vintage Marc Jacobs tas. Een beetje clutchachtig. Ook van heel mooi leer. En dan met deze banden erop. En ook mooie vakjes van binnen. Hij is niet super groot, maar toch kan er wel aardig wat in. Ja, en het is gewoon heel erg mooi leer. En, ja, ik vind hem geweldig. En ook dat polsbandje kan eraf. Maar ik vind het wel makkelijk als je dan uitgaat, kan je hem gewoon ook zo dragen. En ik heb volgens mij nog een band van een andere tas met hetzelfde. Dus ik zou hem eventueel nog, als ik hem hier ook ergens vastzet, dat ik hem met een koord. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Dus dit is de laatste. Dan wil ik je weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren, dat kan hieronder of hierna. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende video. Doei!